Het ministerie van Volksgezondheid speelt in op de brain drain problematiek, maar er moet niet uit het oog worden verloren dat niet alleen Suriname hiermee te kampen heeft. Minister Amara Madin van Volksgezondheid zei vandaag voor de ministerraadsvergadering dat mensen uit de zorgsector niet alleen wegtrekken vanwege financiële redenen. Kijk, brain drain merken wij in Suriname vooral op gespecialiseerde afdelingen. Dus zorgpersoneel dat gespecialiseerd is. En om specifiek te zijn, operatiekamer, intensive care, dialyse, anesthesie, dat zijn EHBO, dat zijn afdelingen waar we nu, kinderafdeling, dat zijn echt afdelingen waar we behoorlijke tekorten hebben. We hebben incentives gegeven met toelagen sinds april. We zijn bezig met het uitvoeren daarvan. We hebben gezegd, we gaan kijken hoe dit werkt. Als de mensen te beïnvloeden zijn, te motiveren zijn om langer te blijven in Suriname of te blijven in Suriname. We merken dat vertrek van mensen vaak niet alleen financieel is. Er zijn ook andere drijfsferen. Het belangrijkste zal wel de financiële situatie zijn. Maar dat heb je ook overal in de regio. Dat heb je ook bijvoorbeeld in Jamaica, dat heb je ook in Nederland zelfs. Ik kom net terug van een werkbezoek, ik hoor nog daarover een persconferentie, maar we komen net terug, ook daar is het aangekaart. Ramadan geeft verder aan dat het probleem in alle landen speelt en de interesse van andere landen in Surinaamse specialisten en zorgwerkers aan de andere kant aangeeft dat de Surinamers topwerk leveren. Door het wegtrekken van de Surinamers zal er nu met Filipijnen en Cubanen worden gewerkt om de opengevallen plekken in te vullen.